Hi, welkom op mijn kanaal. Ik ben Find a Creator. Mensen, eindelijk is het zover. Er is beweging in omroepland. Waarom er zijn individuen opgestaan en hebben gezegd, weet je wat? Wij kunnen dit ook. Wij gaan een eigen omroep starten. Omroep Zwart, Omroep X, het maakt niet uit. Ik ga heel even iets kort zeggen over de discussie die momenteel online wordt gevoerd. Van wie ga je steunen? Nou, mensen, laat heel duidelijk zijn, wij hebben niets. Wij hebben niets in omroepland. Dus wat mij betreft is elke steun meer dan welkom. Ik steun ze allebei. En als er nog een derde, vierde partij bij komt waarvan ik zeg, nou, interessant, dan steun ik die ook. Want hoe kan ik mezelf verleiden om in discussie te gaan voor het steunen van een omroep in de maak? Wat me op jaarbasis, 6 euro kost het op jaarbasis? Hoe ga ik me druk maken over een lidmaatschap van een omroep wat me 6 euro kost? Terwijl ik regelmatig elke week, kan je zeggen, me druk maak. Eigenlijk me druk maak of ik wel of niet peper en zuur naast die beren en fladder ga zetten. En die portie, de goedkoopste portie, is al 5 euro. Mensen, we hebben het letterlijk over peper en zuur voorbij je beren of fladder. Wat je elke week koopt. En nu ga je één keer in het jaar een 6 euro neerleggen. En dan ga je steun bijdragen aan dit geweldig initiatief. Ik snap dat we aan het begin staan. Sterker nog, we zijn nog nergens. Maar we staan aan het begin. Alles wat jij en ik zou kunnen doen. Ter ondersteuning van Omroep X. Omroep Zwart. Of welk omroep er maar ook zal zijn. Voor jou en mij. Jongen, die steun moeten we geven. Nogmaals, we hebben het letterlijk over een portie fladder en beren. Dus, naar wie gaat jouw steun en wie ga jij ondersteunen? We worden vertegenwoordigd. Dit is het begin. Hier begint het bij. Ja, Hilversum. We komen eraan. Dit is mijn boodschap en daarmee zal je het moeten doen. Ik ben Find a Creator, ik maak content op het internet. Ik zal zeggen, like en share en deel deze pagina of dit bericht. Maar hey mensen, omroep X of omroep Zwart, jawel. Ik ben heel erg trots op jullie. Einde bericht.